Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdag. Want dan speelt NEC hier thuis in Goffert tegen FC Utrecht. Dat is ook weer een weerzien met een aantal oude bekenden. Brandhorst natuurlijk, Soufiane El Karawani en Romani die bij FC Utrecht zitten. Daar komen we zo meteen op terug. Maar eerst eventjes naar afgelopen weekend de wedstrijd tegen PSV. Ja, NEC ging hard onderuit. Kijk je dan als trainer die wedstrijd nog een aantal keren terug of denk je, laat maar zitten? Nee, gewoon net als normaal. Kijk een keer helemaal terug en in stukjes die wij denken dat belangrijk zijn. Ik heb hem nog wel wat vaker terugzien, ja. En dan hebben we even gesproken met Philippe Sandler. Hij was er tegen PSV niet bij, hij was nog geblesseerd. Heeft sowieso een beetje een ongelukkig start van het seizoen. Hoe is het nu met Philippe? Met mij gaat alles goed. Hoe is het met jou? Ja, met mij is ook goed. Maar voor de supporters en voor iedereen is het natuurlijk belangrijk hoe het met jou is. Want ja, je had weer last van een blessure. Ja, zeker. Ik voel me eigenlijk goed. Ik heb deze week de hele week meegetraind. Dus ik mag niet klagen. Nee, je mag niet klagen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel een beetje doet. Want het is niet het begin van het seizoen wat je gehoopt had natuurlijk. Nee, zeker niet. Je hoopt er gewoon vanaf het begin te staan. Dus dan is het wel kloten dat je dat niet doet. Ik probeer positief te zijn. Ja, je kwam natuurlijk een beetje ongelukkig terug van vakantie met die wond. Heeft deze blessure daar nog te maken of is het weer gewoon iets anders? Nee, heeft ermee te maken. Alleen ik kreeg de dag voor Sparta heb ik een trap gekregen. Daar had ik ook nog wat last van. Eigenlijk ben ik niet zoveel bezig met hoe ik me voel en ik wil gewoon spelen en hopelijk kan dat morgen. Hoe ga je dan zo? Ik kan me ook voorstellen dat je misschien dan een beetje met angst in het veld gaat ofzo, of heb je dat helemaal niet met je blessure? Nee, heb ik helemaal niet. Ik heb zoveel blessures gehad. Misschien daarom ook wel. Nee, dat snap ik. Alleen dat zie je niet niet het geval. Je kunt die knop omzetten op het moment dat je veld staat en gewoon denkt van ja, niet meer aan denken en gewoon gaan. Precies, ja, dat probeer ik wel te doen, ja. Dan heeft NEC deze week ook nog een teamuitje gehad. Ze zijn even wezen golven. Nou zitten er wel wat golfers natuurlijk in de selectie. Dus de vraag is, ja, wie heeft er gewonnen? Er was geen winst. We hebben een clinic gehad en wat gelopen op de baan met groepjes. Ja, dat was hartstikke leuk. En de een kan het wat beter als de ander. Laat ik het daarop houden. En zelf? Ik heb nog wel wat lessen nodig, maar ik heb niet zoveel tijd als de spelers, denk ik. Dus daar zal het verschil in zitten. Dan kijken naar de wedstrijd van zaterdag. FC Utrecht komt hier naar de Goffert en daarna ook nog Vitesse. Je kunt een beetje zeggen, de weken van de waarheid komen er nu aan. Het moet nu echt gaan gebeuren. Er moeten punten gepakt worden. Voelt men die druk al? Nee, zeker niet. Voor ons is denk ik gewoon een belangrijke wedstrijd die eraan komt. En niet belangrijke wedstrijden. We moeten eerst gewoon morgen laten zien wat we kunnen. En de bedoeling is om de 3 punten hier te houden. Nou, niet meer dan anders. Ik bedoel, het is logisch dat je op voorhand denkt dat je tegen Utrecht meer kans maakt als tegen PSV uit en Utrecht thuis. Dus ja, dat zijn we ons ook wel bewust. Maar wij houden ons meer bezig met hoe we die wedstrijden kunnen winnen en op welke manier we willen spelen. En ik hou me niet zoveel bezig met week van de waarheid of wat dan ook. Het is wel zo dat er een aantal ploegen nu komen waarvan wij denken dat we ook meer kans hebben om te winnen. En dat moeten we laten zien. En uiteindelijk zullen we dan wel zien waar we staan. Ja, wordt het dan een beetje opgeblazen als je het hebt inderdaad over de week van de waarheid, wat je hier en daar wel eens leest? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, we zijn 5 wedstrijden onderweg. Vorig jaar hadden we na 10 wedstrijden 10 punten. En uiteindelijk hebben we er nog een hele hoop bij gehaald. Nou, dit elftal gaat zeker groeien. En daar zijn we nu ook mee bezig. Dus ja, wat mij betreft is dat die conclusie vrij volbarig, ja. En dan maar even naar het wekelijkse item, de ziekenboeg. Hoe is het daarmee? Dit ligt eraan welke kant je het bekijkt. Maar uit de wedstrijd PSV is natuurlijk Brian uitgevallen, Pereira. Nou, die is er niet bij. Hoe lang dat duurt, dat weet ik ook niet. Maar die zal denk ik ook volgende week er zeker niet bij zijn. Tafsan is op de weg terug, gaat volgende week meetrainen. En Lassen heeft wat klachten opgelopen deze week. Dus die is er morgen niet bij. En voor de rest zijn we aardig compleet. Speel je? Dat is aan de trainer. Maar die heeft het wel met jou toch al over gehad? Nee, oprecht niet. Nee? Dus nee. Maar voor jezelf, je zegt ik ben fit genoeg, kan gewoon spelen? Ik ben fit genoeg en ik kan spelen. Zijn ze fit? Ja, die worden aardig fit. Die hebben de hele week meegetraind. Dus die zijn inzetbaar morgen.
Goed, de ziekenboeg loopt dus langzamerhand leeg. En dat is een goede zaak. Zeker morgen natuurlijk tegen FC Utrecht kun je ze goed gebruiken. Philip Sender zal waarschijnlijk weer gewoon gaan starten. Ook Bram Nuiting zal gaan starten, verwacht ik. Kelvin weer achter op zijn vertrouwde plek. Bart van Rooij. Voorin is dan nog wel even de vraag. Want Lars Olden Larsson is dus geblesseerd. Hoorde je dus al, is er niet bij. Ik verwacht dat op die plek dan Seuntje gaat spelen vanaf links en rechts. Dan, ik denk González dat vanaf rechts zal gaan komen. Morgenavond om 6:15 wordt hier weer afgetrapt. Dus kun je er niet bij zijn. RN7 Radio is er wel voor je bij. Dus dan kun je inschakelen. Dan hoef je niks te missen van de wedstrijd. Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws via mijn X en Instagram account. Voeg me daar eventjes toe. En wij zijn natuurlijk heel snel weer met een nieuwe NEC update. Graag tot dan.